Hallo lieve mensen, leuk dat jullie weer kijken naar mijn kanaal. Ik ga vandaag een legging doen, een liefdeslegging. Dus we gaan even kijken waar ik over mag brengen naar jullie. Welkom voor alle nieuwe kijkers en nieuwe abonnees. Hartstikke leuk dat jullie erbij zijn gekomen. Kijk even op dat de reading met je resoneert. Neem alleen de stukken wat passend is voor je. Ben je nog niet geabonneerd, kan het helpen om je te abonneren. Dan komt je energie op het kanaal. Plus daarbij ondersteun je mijn kanaal natuurlijk en daardoor kan ik meer mensen bereiken en komen de boodschappen bij de juiste mensen terecht. We gaan als eerste beginnen met twee energiekaartjes. Even kijken welk dek ik mag pakken. Ik hoop dat alles goed met jullie gaat. Even de jas een beetje. Wat mag ik weten voor deze legging, deze liefdeslegging? Rechtvaardig. Heel veel waarheid, balans zoeken. Ja, je intuïtie. Ik zie hartjes op de grond liggen. En het is tijd om te gaan op kop. Dus het is nu de tijd, niet om te gaan, maar wat er gaat komen. Nou, gaan we even verder de verdieping op in. Even munten. Dus er is ergens een afweging wat je moet maken. En er zijn heel veel. Ja. Zo. Of je hebt je balans gevonden. Hij ligt op kop, dus je hoeft die balans niet meer te vinden. Moet ik ze op kop nemen? Die wel. Je hebt je balans gevonden. Oké, je staat nu in je kracht. Je weet de juiste knopen door te hakken. En wat niet meer dient, heb je achtergelaten. Daar ben je ook resoluut in. En daar hou je dan ook vast. Op emotioneel vlak ben jij nu aan, in balans aan het komen. Je hebt die volledigheid in jezelf gevonden. Daarvoor is, heb je dus heel veel wijsheden opgedaan. Heb je je balans gevonden. Die ligt dus dubbel hier. Je bent naar je innerlijke stem gaan luisteren. Daardoor is het is de tijd van gaan is gekomen. Die heb je doorlopen. En nu is het de tijd van het nu. Dit komt omdat jij zo hard aan jezelf hebt gewerkt. Je bent in je kracht komen te staan. Jij bent daardoor met je intuïtie gaan groeien. Je bent gaan stralen. Je zelfvertrouwen is gegroeid. Je hebt een hele transformerende procedure achter je gehad. Je hebt wensen uitgesproken. Ik zie hier zwanen. Dus het kan te maken hebben met een bepaalde connectie die wel gaat komen. Waar je die volledigheid nog meer zult gaan voelen. Deze wijsheden gekregen doordat je dus heel veel heling hebt gedaan.
Jij hebt in een bepaalde stilstandspositie gezeten, waardoor jij dus het van een hoger perspectief bent gaan kijken. Je bent je spirituele gaven verder aan het ontwikkelen geweest. Daardoor heb je meer boodschappen doorgekregen, ben je stabieler geworden. Je zit nu niet meer in die gehangene positie, dus je kunt eruit stappen. Je bent al eruit gestapt en je bent dus vooruit aan het gaan. Oké, wat mag ik nog meer weten? Zo, nou, die vlogen er echt uit. Doordat jij dus nu duidelijk inzicht hebt gekregen en dus aan je lessen hebt geleerd, je heling hebt gedaan. Het kan te maken hebben dat jij zelf helende handen hebt, dat je daardoor ook uiteindelijk mensen gaat helpen. Er zal iemand naar je toe gaan komen om samen een bepaalde stabiliteit op te kunnen gaan bouwen. Het kan ook te maken hebben dat jij alleen deze stappen door gaat lopen. In eerste instantie, omdat jij dus je volledigheid in jezelf hebt gevonden. Maar dit heeft wel te maken met een bepaalde persoon die in je leven gaat komen. Iemand dus die ook die stabiliteit heeft, die de kracht in jou ziet, die die verbintenis met jou samen aan wil gaan, die die handreiking wil gaan doen. Omdat jij dus zo ver gegroeid bent en in je kracht bent komen te staan, jouw creativiteit is weer aan het ontwikkelen, je spiritualiteit, jij weet wat je wil, je krijgt heldere inzichten. Dit is omdat je bepaalde knopen door hebt gehakt in het verleden. En omdat je de juiste keuze hebt gemaakt en het juiste hebt gecreëerd. Dit komt omdat jij dus een bepaalde bericht of berichten kreeg van het universum. Daar heb jij helderheden door gekregen. Je hebt deze berichten, daar heb je iets mee gedaan. Dat is gekomen omdat jij die knoop door hebt gehakt in het verleden. Daardoor is er een snelle communicatie gekomen. Voor sommigen geldt het dus ook dat het een communicatie kan gaan komen van iemand op liefdesvlak. Die jou dan ook de aas van staven aan wil bieden. Dus twee keer wil iemand jou hier een aanbod gaan doen. Voor een nieuw begin. En dat alles omdat jij zo ontzettend hard hebt gewerkt aan jezelf, hier verder in bent gegroeid, je eigen balans gevonden hebt, je liefde in jezelf. Op emotioneel vlak heb jij jouw helingen gedaan. In je kindwerk hoor ik voor sommigen. Wat mag ik nog meer weten? Ja. Jij zit nou wel in een bepaalde vooruitgang. Je moet er opletten dat je niet te snel wil gaan. Dat het af en toe ook even een stapje terug mag nemen. Hier mag je dus echt jouw balans in gaan zoeken. Maar probeer dit echt vanuit juiste gronding, maar wel de connectie met jouw innerlijke zelf. Dan zal er iemand een cup willen aanbieden aan jou. Dan komt de kracht weer volledig terug. Zodra jij je blijft in je kracht staan, zolang jij dus die balansen blijft houden, de juiste inzichten blijft houden, dus van een hoger perspectief blijft bekijken, bij je standpunt blijft dat je het juiste pad hebt gekozen, dat je dit ook in wilt blijven gaan en door wilt blijven lopen. Ik krijg de zes van bekers en de duivel.
Pas op dat als die handreiking er komt, het kan iemand zijn uit je verleden. Kan met een zielsconnectie te maken hebben, twin flame, iemand in ieder geval of uit het vorige leven. Pas op dat jij niet in bepaalde booby traps stapt, waarin je weer de verkeerde keuzes maakt, net als vroeger. Ga er niet te snel in, neem je tijd ervoor, overzie even de situatie, spring niet gelijk het diepe in met deze partner, want dan kunnen angsten weer op gaan spelen waar je eigenlijk dacht dat ze opgelost waren, maar dan zal de bepaalde stukken en je hartzeer weer naar boven kunnen komen. Let daarop, heel dat dan ook, geef dit dan ook aan bij die persoon, ben daar eerlijk over. Dan zal dat nieuwe emotionele stuk wel kunnen gaan groeien. En dan reik jij wel naar de juiste cup. En pak jij, je hebt al van alles geprobeerd in het verleden, heb je waarschijnlijk vaker wel een gedate of een pogingrelatie gehad en voelde dat het dat niet was. En dat je zoiets had van, wat moet ik hier nou weer mee? Dat je uiteindelijk voor jezelf heb gekozen, bepaalde groei heb gemaakt, keuzes heb gemaakt, knopen doorgehakt, je volledigheid in jezelf bent gaan voelen, hiermee verder aan het ontwikkelen bent gegaan. Nu weet je dus welke cup je wil. En die cup is, je wil het op een dieper niveau, je neemt niet meer genoegen met minder. Ja, en dan krijg je de ridder. Dan kan die handreiking er ook echt gaan komen. Die kan er naar je toe gaan komen. Maar onthoud wel goed dat, dat je de bepaalde stukken los blijft laten. Kom je erachter dat er nog een bepaalde heling zit. Ga daar gelijk mee aan de slag. Want anders gaat die connectie verlopen. Of in ieder geval wordt gestagneerd. Dan zul jij verder weer kunnen. En kun jij jouw sleutel aanbieden aan de persoon om je hart te openen. Dan kan er een nieuw begin komen. Op dit moment is het er nog niet. Omdat de andere persoon die jou die handreiking wil doen, die zit nog in een bepaalde situatie waar die nog verdriet mag gaan helen. Dus waar jij dus jouw groei in aan het maken bent, groeit jouw zielsconnectie op dit moment ook met jou mee. Of twin flame, dus kijk even wat voor jou passend is. Hij ziet wel al dat er een nieuwe cup is. Hij houdt je wel in de gaten. Maar hij is nog met een bepaalde heling voor zichzelf bezig. Het kan te maken hebben dat hij zelf ook bepaalde knopen nog moet doorhakken. Keuzes maken. Hij is nu aan het bedenken hoe hij deze handreiking wil gaan bieden. Deze zag ik net ook al. Hij zit, als hij dat stukje gaat overzien, dat hij dat natuurlijk aan gaat pakken, dan zal die vooruitgang gaan komen, omdat hij zijn eigen balans heeft gekregen. En dan zal er een verbintenis gaan komen. Dit is de vier van staven en ik heb de aas van kelken. Dus er gaat een stabiel nieuw liefdesbegin komen. Ik moet even van een ander perspectief de kaarten bekijken. Kijk af en toe op het schermpje mee of dat het voor jullie nog in het zicht is. Omdat ik natuurlijk vanaf de zijkant deze legging doe. Ik hoor dat ik deze nog even mag pakken. En daar nog de andere kaart. Wat mag ik dan hier nog van weten van deze kaartjes, van deze legging? Masker. Je hebt heel lang een masker gedragen, die heb je afgegooid.
Omdat jij inzag dat het niet jezelf was. Jij overschreed je eigen grenzen. Je hebt geleerd van het verleden. Je bent in de spiegel gaan kijken en je bent aan die reflectie gaan werken. Je bent aan jezelf gaan werken. Je kunt in de relatie die jij gaat krijgen, gaan jullie elkaar ook spiegelen. Maar dat is alleen maar goed, waardoor jullie samen verder een stabiliteit op kunnen gaan bouwen. Je bent uit deze bepaalde situatie gekomen omdat je dus heel veel verloren hebt gehad. Je hebt heel veel hartzeer gehad, maar daar heb je dus allemaal al doorlopen. Dus je bent heel hard aan jezelf aan het werken gegaan. Daardoor heb je dus heel veel situaties meester geworden. Omdat je dus je eigen ook bent gaan spiegelen en in bent gaan zien wat jouw aandelen in een bepaalde periode en proces was. En dan zal die liefdesboodschap er toch gaan komen? Zal die, had hij net ergens staven 8? Ja, hier. Ja, dan zal die boodschap er toch gaan komen. Zal er toch een berichtje gaan komen? Misschien een belletje? De love call. Dus de liefde komt eraan. Kijk even waar jij in dit proces zit. Zit je al hier, dan kun je dus die liefde al bijna gaan verwachten. Heb je nog je heling, dan mag je daar nog even mee aan de slag. Maar er ligt hier een hele... Je kunt het denk ik daar niet zien. Zo. Die vooruitgang is er. Die gaat er komen. Maar onthoud ook dat al ben jij aan het groeien. De andere partij heeft natuurlijk ook zijn eigen lessen te leren. Zijn karmatische lessen. Innerlijk kindwerk en dat soort elementen. Dus onthoud wel goed dat, ja, dat je soms gewoon lekker van je eigen leventje moet genieten. En wanneer het komt, dan komt het. Maar ga er niet gefocust op zijn en op zitten wachten. Ga gewoon door met je eigen leven. Stilte hebben we, engelen van vrede. Om de innerlijke vrede die je zoekt te vinden, is het nodig om regelmatig te mediteren en de stilte binnenin je te ontdekken. Intuïtie, engelen van ondersteuning. De informatie die je nodig hebt is al aanwezig. Luister naar je intuïtie, zodat je deze situatie achter je kunt laten. Dus dan kun je dit hele stuk achter je laten, omdat je dus heel veel heling hebt gedaan. Omdat jij bent gaan mediteren, krijg je inzichten, helderheid. Waardoor je dus nog meer stappen kunt gaan maken. En zelf kunt gaan groeien. Bespiegeling, engelen van zegeningen. Vraag ons je te helpen de zegeningen te zien die je nog aan je zicht zijn onttrokken. Er speelt meer dan je denkt. Dus denk je dat je even stagneert qua bepaalde gedachten of momenten? Onthoud goed dat de engelen jou daarin willen ondersteunen om deze inzichten te kunnen verstrekken aan je. Daarvoor moet je dus wel af en toe die meditatie doen, maar zodra je dat doet zul je die helderheid extra gaan krijgen. Nou, lieve mensen, ik denk dat dit wel een hele mooie positieve legging is. Heel erg bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie weer snel de volgende keer. Doei doei!